Dag beste Pureplay bezoekers en welkom bij de zonsopgang van Far Cry 3. Ja, even door zo'n bananenblad gelopen. Ja. Mijn excuses. Dan zie je direct in wat voor omgeving we al spelen. Jawel. Dat is op Rook Island. In Far Cry 3, zoals je dus hebt gezegd. En we rijden al even ergens naartoe. Maar zoals je dus inderdaad zei, de zonsopgang. Prachtig gedaan. Net zoals voor alle direct met de deur in huis vallen, al het grafische detail. Is tot in de puntjes verzorgd en uitgewerkt. Dikke pluim daarvoor. Je waant u echt op een tropisch eiland, zoals in de eerste. Ja, ja. Was eigenlijk ook al het geval in de tweede, even in de savanna vertoefd. Maar dan denken ze van, we gaan terug naar de goede oude roots. Vertrouwde omgeving en terug naar een paradijseiland, ja, zeg maar. Een mix eigenlijk van Far Cry 1 en Far Cry 2. Ze hebben eigenlijk de goede stukken van de twee games gepakt en in één game gestopt. Ja. Het resultaat is niets minder dan verbluffend. Maar dan gaan we nu het komende kwartier of 20 minuten, hoe lang de Pureplay ook mag worden, uitleggen. Ja, je ziet ook perfect de detail. De zonreflectie dat op je scherm komt. Alleen spijtig vind ik de achteruitkijkspiegel, maar dat is persoonlijk dat daar gewoon zwart is. Het is gewoon vuil, man. Niet dat ik car was geweest. Oké, ja. Kan goed zijn eigenlijk op zo'n eiland. Ja, maar we spelen niet zomaar met de eerste, de beste kerel. Nee. Alhoewel, eigenlijk kunnen we misschien zeggen dat we wel met de eerste, eigenlijk de beste kerel spelen. Het is eigenlijk een toerist, hè. Ja, een arme man, een Amerikaan. Een jongeman genaamd Jason Brody, die met zijn vrienden eigenlijk komt vieren. En met zijn broers, niet te vergeten. Ja. Omdat een van zijn broers zijn pilootbrevet heeft gehaald. En ja, het loopt dus allemaal zwaar fout, want ze landen op een eiland waar ze beter niet hadden geland. Of misschien toch maar die tickets naar, weet ik veel, welk ander exotisch land hadden genomen. Ja. Want ze komen dus terecht op Rook Island. En ze vallen in de handen van Vaas en zijn piraten. Ja. Die gemafte. Nee, de gestoorde. Die gestoorde mafte. Mafte kerel, zegt hem soms ook wel. En het begint eigenlijk daarmee dat je ontsnapt uit zijn kamp. Dus het begint daarmee het spel. Ja. De rakjat helpen je eigenlijk voor een stuk eigenlijk bij het ontsnappen. En van daaruit zeggen zij van, ja, uw ontsnapping is eigenlijk voor ons een beetje het keerpunt. Ik ben hier cirkels aan het lopen. Ja. Zo moeilijk zijn de puzzels nog niet. Nee, nog ook, niet. Nee, die Rakiat dus, die zien in uw ontsnapping een soort van keerpunt in hun gevecht tegen Vaas. Ja. En dat is het dus eigenlijk. Zij hebben hun persoonlijke held en moet hen helpen eigenlijk het eiland van Vaas te verlossen. Ja. Dat is eigenlijk de algemene setting. En natuurlijk uw vrienden en uw broers vinden ook. Ja, tuurlijk. Ja, of redden. En we klimmen nu een radiotoren met een prachtig uitzicht over een deel van het eiland. Jawel. Ik zeg een heel klein deel eigenlijk, want het eiland is enorm groot. Absoluut. Je hebt nu gezien dat het vrij makkelijk ging het naar boven gaan. Dat gaat zo wel blijven, maar die worden moeilijker. Ja, er zijn ongeveer 18 radiotorens. Of ongeveer, laat me zeggen, er zijn 18 radiotorens. En elke radiotoren is iets moeilijker om te beklimmen. Ze hebben die ontworpen als een kleine soort platformpuzzel. Ja. De allereerste puzzel is eigenlijk gewoon trapjes oplopen en laddertjes nemen. En dat is het. Nu krijgen we een paar interessante punten om naartoe te gaan, maar aangezien dat we niet alles gaan kunnen doen, gaan we enkel de belangrijkste dingen tonen. Ja, en dan ga je ook zien dat de minimap nu zichtbaar is. Voordien was die verstoord. Bladeren. Ja, de minimap en dit ook trouwens, de grote kaart. Ja. Dit is Rook Island. Het zijn twee eilanden, want je ziet het ook aan de formatie van die icoontjes ongeveer. Hè? Hier allemaal en daaronder ook. Nu, ik heb bewust echt maar het begin van het spel genomen in een nieuwe playthrough om niet te spoilen. En dan nog, op dit vlak heb je al zoveel te doen dat je hier, ik heb hier letterlijk, en ik zeg dat zonder verpinken, al 10 uur opgestoken. Ja. In mijn allereerste playthrough. Hè. Dus dat wil maar zeggen van hoeveel er te doen is. Ja. Nu, je ziet ook, we hebben nog niet alles vrijgespeeld. Al die rode gebieden zijn eigenlijk gebieden die nog onder een stronghold of een outpost komen te en staan. Die moeten dan veroverd worden om dat gebied van vijandelijk naar vriendelijk te laten overgaan. Om de, zeg maar, om de piraten eigenlijk voor te verjagen. Zo is dat. Nu, er zijn ook jaaggebieden, want er zit dus echt een heleboel fauna in het spel. En een heel ecosysteem waar je op kan jagen. Je ziet het, varkens, paradijsvogels hier, haaien natuurlijk overal hier in het water. Dat zijn weer varkens, everzwijnen, herten, elanden, vossen, dat honden. Herten, dat zijn vossen of honden. Komodo-varanen, redelijk gevaarlijke beestjes. Is dat mieren even? Dingen, tapirs zijn dat. Dat tapir, ja. Een tapir. Er zijn ook makaken, dat is het aapje. Ja, I giggled when I read that shit. Sorry, ze man. En dan een steenbok. Ja, het zijn geiten gewoon eigenlijk. De geiten, Het wordt inderdaad als een steenbok afgebeeld, maar... Goed, en elke vacht dat je dus kan, van elk beest kan vinden,
als je die erop gaat jagen. Die hebben dan allemaal weer iets om bij te dienen aan je crafting systeem. En daar komen we straks op terug. Ja. Als we in één keer zo alles in het menu gaan tonen. Want, en de zwarte vlekjes die je op je kaart zag. Ja, juist. Dat waren geen grafische glitches of zo. Dat zijn grotten die je dan ook kan verkennen voor perks, voor extra randinformatie. Klopt. En dan kom je te weten onder andere dat het eiland voor oorlogstoestanden ook gediend heeft. Dus dan kom je wat randinformatie te weten. Dat zijn de collectibles, maar daar komen we dan straks ook op terug in dat scherm. Nu, je ziet hier, ik ben een paar planten ook aan het nemen, want dat is wel handig. Dat doen we straks, voordat die dienen. Nu gaan we eerst een sidequest doen. Nu, ja, ik heb het misschien nog niet vermeld, maar we moeten eigenlijk een missie doen voor een zekere dokter Earnhardt, of niet voor. We moeten bij een zekere dokter zijn die ook... Ja, door het eiland een beetje tot in de waanzin is gedreven, want er klopt dus iets niet met het eiland. Hè. De meeste inwoners zijn gewoon krankzinnig geworden. Net zoals Vaas trouwens. Vaas is zelf ook, maar hij is een fantastische bad guy, man. Een van de beste gewoon. Het is ongelooflijk hoeveel charismatische, intrigerende bad guys er dit jaar al in videogames zijn geweest. Maar Vaas is echt wel een van de beste. Ja. Top notch. Goed, supply drop. Dat betekent dus dat wij... Je hebt de vijanden zien verdwijnen, maar dat is... Dat komt omdat we de sidequest geactiveerd hebben. Dus heeft daarmee te maken, dus dat is geen fout per se. We hebben een halve minuut om gewoon de checkpoints te vinden. Ah, er zijn er nu wel een paar, maar die zijn specifiek op ons pad gelegd. Ja. Moeilijker te maken. Ah, fuck man. Ziet die kwad gaan. Wow. Maintaining control. En als we dat hebben geleverd, is die sidequest opgelost. En ik heb een interview gehad ook nog tijdens mijn hands-on op Gamescom met een van de medewerkers van het team. En die wist mij te vertellen dat er meer dan 100 sidequests in het spel zitten. Ja. En wat het spel dus heel wat diepte geeft, heel wat gameplay-uren, heel wat verscheidenheid. Dus het is niet storyquests en gedaan. Nee. Er is behoorlijk wat tijd in gestoken. Daar kan ik ook nog zelfs aan toevoegen dat er heel veel story missions zijn, een 40-tal. En daar ben je dan ook weer een hele lange tijd mee bezig. Ja. Nu, we kunnen hier nog even goed daarboven een glider gaan opzoeken, want daar woont die dokter, maar dat is iets te ver, denk ik. Daar gaan we bijna niet geraken. Of we kunnen het wel doen. We kunnen het proberen. Goed. We gaan ervoor met die quad. Trouwens, de voertuigen bewegen ook veel realistischer dan in de tweede Far Cry. Ja. Die reden niet slecht, zal ik zeggen, maar... fuck this shit, ik ga te voet. Stomme kwad. Daar zie je, we zijn er al bijna. Ja. We zijn al aan de ingang van zijn domein. Ja. Maar ze rijden echt vlot. En je voelt echt, dat voelt gewoon aan dat die veel vlotter en natuurlijker rijden. Vreemd om misschien zo te zeggen, maar wie Far Cry 2 heeft gespeeld en dan Far Cry 3 gaat proberen binnen enkele dagen, want het spel is nog nergens uit trouwens, voor alle duidelijkheid, ja, gaat het ondervinden dat het veel beter rijdt gewoon. De mechanics zijn dus echt stukken beter. Alles is eigenlijk vloeiender gemaakt. Absoluut, en realistischer en hier ook opnieuw, zoals je zei, het grafisch detail. Ja, de weerspiegeling van het water, echt grafisch top-notch. Ik weet niet of je het trouwens hebt gezegd, maar auditief is het ook. De voice acting zit perfect zeer ook in elkaar. Gedaan, detail hier ook, een huis waar je eigenlijk niet eens in moet zijn voorlopig. Ook in de puntjes afgewerkt met boeken, een gekke professor. Alles is aanwezig, omdat personage ook... Gekke prof zit nu wel daar. Ja, want die gaan we niet doen, anders wordt de pureplay veel te lang. Absoluut. We gaan daar... Ja, dat is eigenlijk... Deze missie is een van de eerste echte hallucinatie-missies die je gaat krijgen. Ja, maar die gaan we niet laten zien, wegens niet te veel spoilen. Ja, maar het is wel cool. Het is echt cool. Want ineens gaat je van de grotwand op de vloer, zogezegd, lopen. Dus de wand wordt de vloer en dan... Ziet je echt die serre ineens opdoemen gewoon in die... Ik zou de stronghold activeren. Dan ja, trouwens, hoe herken je een stronghold? Aan het rode huis. Ja. En aan de rookpluimen. Aan de rookpluimen. Die zie je van ver af echt. Maar ik ga misschien, zoals je best zei, even die daar zoeken. Of we kunnen ook terwijl eerst gaan jagen nog. Hier zijn varkens in de buurt. Ja, daar gaan we die eerst pakken. Ja. Maar het is wel, je ziet het, echt gevaarlijk. Hè. Al dat rood wil echt zeggen dat alles daarom in gevaar is en dat je daar echt zo ver mogelijk van moet wegblijven. Ja. Of toch moet mee oppassen, dit is, want... Dit is heerlijk, hè? Gewoon gliden over een prachtig tropisch eiland. Trouwens, terwijl we aan het gliden zijn, er zit een co-op en een multiplayer in. Ja. Kunnen we niet tonen wegens tijdsgebrek. De co-op hebben we gespeeld, de multiplayer niet zozeer, want er speelt nog geen kat. Want ver niemand heeft het natuurlijk, alleen de pers en de medewerkers van Ubisoft zelf. Maar ik kan wel zeggen dat de co-op heel goed speelt. En moet je ook zeker met meerdere mensen spelen. Sorry, ik kom even hier kijken in zo'n grot. Ja. We hebben hier toch zijn een relic zoeken. Ja. Het is zelfs een viewpoint. Dit is nu eigenlijk wel niet echt een... Nee, maar het komt op hetzelfde neer. Fuck. Die ligt hier wel onder, natuurlijk. Ik zal
even het activeren op de kaart. Dus de co-op, hè, wou ik nog zeggen, die zit daarin. Wat zou het zijn? Ik weet het niet. We zullen anders de grot later doen, want anders gaan we tijd tekort komen. We zullen die glider ligt er ook we mooi. We gaan jagen en we gaan direct naar de outpost gaan, ja. Terwijl. Jagen is hier links. Dus uit de co-op, 6 missies. Een eigen campaign op zich eigenlijk, want het heeft dus te maken met 4 reizigers ook op een boot. En die boot... Oh, was daar. En de boot die... wordt aangevallen door de piraten van Vaas. Wat je meestal verwacht van piraten. Maar ze hebben toch ervoor gekozen om de verkeerde boot eigenlijk lastig te vallen. De varkens zitten hier ergens door. We zullen even rondkijken. En ja, die kerels eigenlijk, of de heren en dame dat het overleven, die beslissen om gewoon wraak te nemen op die klootzakken, zoals ik het zal zeggen. Bastard. Oh, een hondje, dat kan ook natuurlijk. Ja. Een wilde hond. Die zijn ook gevaarlijk. Ja. Ik heb ook een boog trouwens. Je hebt misschien gezien ook bij het veroveren van die toren daarstraks dat de wapens, dat er echt wapens soms vrijkomen. Naarmate wat dat je precies, hoeveel torens je hebt bevrijd, dat je die gewoon gratis kunt gaan afhalen. Ja. Vond ik iets te makkelijk, want je vindt overal echt al... Oh, de varkens. Sorry. Je vindt ook... nog iemand zo blij geweest. Ook de honden jagen dan direct op de varkens, dus het ecosysteem klopt echt volledig. Ja, ik wou nog gewoon zeggen, je vindt dan echt ook zoveel geld overal. Ah, de rucksack is full. Oké, we gaan naar het hoofdmenu dan even slapen. Ja, even kijken. De skills. Dat is uw talent tree. Er zijn in totaal 3 talent trees. En elk staat eigenlijk voor een soort tattoo. En voor een skill. Ja. Dit is bijvoorbeeld stealth, takedowns en survival. Dat is Joachim's favorietje natuurlijk. Het zal wel zijn. En dat kan u allerlei perks geven zoals je gewoon bent van talent trees. Klopt. Dan heb je nog assault en takedowns enzovoort. En dan nu, de huiden. En de planten die je dus kon oprapen. Ja. Hier kan ik bijvoorbeeld nu medicine dus maken. Met die groene planten dat ik heb gevonden. Ja. Ziet dat af, man. Het zit gewoon vol. Je kan hier meer wapens dragen, want je begint maar met 1 holster voor 1 wapen. Ik heb er nu al 2. Het wordt ook moeilijker, zie je. Voor 3 te kunnen hebben, moet je al herten gaan jagen. En daarna wordt het nog moeilijker. Iets zoals haaien of komodo varanen. Ik weet het niet meer precies. Maar het wordt moeilijker. Je moet altijd een moeilijkere soort gaan opjagen. Er zijn ook trouwens, even terzijde erbij vermelden, ook beren. Er zijn krabben op strand. Gewoon te veel fauna dat we kunnen opnoemen op deze moment. Ja, het is echt zo uitgebreid. Elke tak hebben ze zo diep mogelijk proberen uit te werken. Ja, ja. En het is echt heerlijk. Het is echt zalig. Ook om gewoon te vertoeven. Het is niet enkel de storyline en klaar. Nogmaals, er zit zoveel diepgang, tijd en detail ingestoken dat het echt een lust is om te blijven spelen. Klopt. En dan in ook de handboek met al informatie, alle progressie, tips en tricks, de survival guide, dat zich uitbreidt naarmate dat je meer personages tegenkomt, voertuigen, dieren enzovoort. Ja, eigenlijk een soort diary, zeg maar. Ja. En dan hier ook alle collectibles. De relics die je in de ruïnes, in de grotten vindt, brieven van Japanse krijgers, wat dus doet blijken dat dit een soort van eiland in de Stille Oceaan moet zijn. Ja. En memory cards waar informatie op zit. Voor syringes eventueel. Ja. En dan alle tutorial informatie controls. Enzovoort. Je kent het wel. Ja. Ziezo. En er komt, voilà. Hier komt er dus een tattoo. De tattoos komen erbij. Nu, ik had het nog gezegd. Ik had er wel ook al onze outpost hier aanklikken als deze. Er zit dus een co-op in, 6 uur lang. Aparte campaign. Speelt goed. Alleen een paar grafische glitches wel opgemerkt tijdens het spelen. Ja. Ze waren wel zeldzaam. Maar je ziet ook dat grafisch in de co-op er iets minder beter uitziet. Maar dat lijkt mij ook redelijk normaal, omdat ze rekening moeten houden met de connectiviteit van alle spelers. Ik heb zelf geen connectieproblemen meegemaakt, dus dat loopt allemaal bijzonder vlot. Ja, dus andere storyline ook. En moeilijk. Dus ik zou het niet alleen proberen. Zeker niet. Ik zou het... gelukt. Mooi zo. Ik zou het niet alleen proberen, dus zeker met 2 ervoor gaan. Jawel. En dan ook nog een multiplayer. Die we niet eigenlijk kunnen laten zien, wegens, nog niemand die het speelt. Holy shit. Onze plannen in onze opnames draaien iets anders dan verwacht, want ik had gehoopt om meer stealthy te gaan. Ja, je kunt eigenlijk het voertuig nemen en gewoon... kunnen we ook doen. Je kunt echt gewoon Gunsurker gaan en gewoon iedereen afknallen. Jawel. Het is eigenlijk ook zo divers dat je kunt kiezen welke stijl het je precies neemt. Hij kwam afglijden, maar hij miste. En dat heb je ook bij Far Cry, de activiteiten en de random events eigenlijk worden zalig gegenerated. Het is echt heerlijk om te spelen en gewoon een gebeurtenis bij te wonen, dat bijvoorbeeld bad guys
in het midden van de weg ineens een groep mensen afmaken enzovoort. Ja, dat is echt, ook in het omgekeerd hoor. Op de omgekeerde manier wil ik zeggen. Zoals de Rakjat bijvoorbeeld. Die dan, dat je bijvoorbeeld met een wagen met pech aan de kant ziet staan. En als je dan je repair tool bij je hebt, kan je die zelfs helpen. Geef ze ook geld trouwens als beloning. Rakjat, ik heb zelfs eens een Rakjat tegengekomen die aan het rouwen was onderweg. Een paar mensen blijkbaar van hem dat waren gestorven. Ja. Weet ik veel welke reden. Daar gaan we ruïne binnenbreken, zie ik. Kijk. Ja. Check. Zo, containertje open doen. En nou, zo waren er nog inderdaad een aantal dynamische events, zoals de Rakjat dat zelf ook jagen en... Een collectible. Een relic, alsjeblieft. Kijk eens aan. Alsjeblieft. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat we langs hier gingen gaan voor onze pure play. Zo zie je maar. Er zit zoveel diversiteit in. Je kunt moeilijk kiezen wat eerst te doen. 120 relics. Ja. Begin maar, hè. Als je echt alles bij elkaar optelt... ja, ik was dus, voordat ze mij hier ambushten, aan het vertellen over de multiplayer. Ja. Dus de multiplayer is er bijgestoken om meer als aanvulling te dienen, want je gaat het spel kopen voor de singleplayer. Laat ons daar eerlijk over zijn. Daar ga je ook het meeste tijd in steken. Oh, je kunt daar oversteken in dat water. Kerel, dat was veel te diep. Wie het waagt, niet drinkt, het zat ik zelf. De laatste, echt niemand. Dan zijn we te voet onderweg, want dan verdrinkt te wagen is nu niet bepaald het juiste woord. Nee. Ik wil maar zeggen. Dus de multiplayer standaard ook, levelen gewoon. Ja. Je kan levelen. Twee specifieke modi wel, die eigenlijk meer in het Far Cry universum zijn geschapen, maar waarvan dat de principes wel berusten op oude gekende gameplay. Transmission mode en Firestorm mode. Bij transmission moet je gewoon bepaalde transmissiezenders eigenlijk gaan... Een soort domination wedstrijdje eigenlijk, zeg maar, voor de meeste radio towers of transmission towers. Ja, gewoon. En om ter eerste natuurlijk alle punten hebben. Ja. Wie dat meeste punten heeft, wint. En Firestorm is ook eigenlijk een dergelijk principe, dat het ene team eigenlijk de bepaalde plekken dat het andere team verdedigen in de fik steekt. Ja. En dan moet je door een vlammenzee ontsnappen uiteindelijk. Ja. Dus ja, niks super speciaal, wel goed uitgewerkt, onderhoudend. Voor wie dat iets meer wilt van zijn Far Cry 3 ervaring. Dan zien we zo twee mannen op patrouille. Ja, maar die komen wel onze richting uit. En dat is niet zo goed, want ik moet die rots op gaan. Nee, kunt je niet langs hier gewoon? Ja, we gaan proberen rond te gaan. Als je gewoon snel genoeg loopt dan. Zot. Ja, Oké, we hebben echt geluk gehad. Dit is zo'n outpost, met een rookpluim. Maar daar zo direct op aflopen is eigenlijk sterk afgeraden. Dus eerst de bedoeling van de omgeving te scannen. Ja, en... je krijgt ook trouwens extra XP als je een omgeving... Of een outpost. Undetected eigenlijk. Ja, kan neerhalen, inderdaad. Dit is een van de makkelijkste nog, het is daarom ook dat ik hem toon. Ja. Want we hebben de tijd niet om een ingewikkelde dus het is outpost ook te doen. Een duidelijke opstelling eigenlijk. Je hebt een gigantische rots die over een outpost uitkijkt. Ja. Bij deze is dat het geval. En je bent uitgerust met een camera, want ja, je bent toerist, dus dat is vrij logisch. Of je was toerist misschien eerder. Ja. Na de gebeurtenissen en nu dient in het begin. Dat om eigenlijk uw vijanden te taggen. Wat doet dat? Als je een vijand scant en je ziet die met je fototoestel, dan wordt die ook aangeduid op je minimap en wordt die ook met een icoontje kenbaar gemaakt. Ja. En dat scheelt wel. Dat is echt wel handig. Zo heb je altijd een overzicht van waar al iedereen zit. Daar is er nog één. Maar ik moet opletten dat ze mij nu wel niet spotten. En in elke outpost is er ook een alarm. Ja. Heel belangrijk, laat ze niet aan het alarm geraken, want als ze dat doen, komen er versterkingen af. En dan wordt het veel moeilijker om de nederzetting te grijpen. Dat zijn er nu 4 van de 5. De vijfde zit daar iets te lassen normaal gezien aan die... Aan die, ja, dat roestbakje, de halve roestbak. Van een of ander schip, een stuk verroest romp. Dus we gaan beginnen infiltreren. En dat gaan we langs hier doen. Ja. Zo. We gaan eerst die kerel daarboven neerhalen, want dat is de sniper en die kan ons eigenlijk het meeste problemen geven. Ja. Nu, die kerel daar en die kerel aan die verroeste romp zijn eigenlijk het grootste probleem niet, want zij zitten daar eigenlijk ook maar gewoon iets uit te voeren van een klusje, dus die gaan niet patrouilleren. Nee. Die kerel en die andere dat daar loopt, die moeten we in de gaten houden. Maar eerst deze. Even wachten, we moeten geduldig zijn natuurlijk. Ja. Okay. En dit kan... Nee, niet goed. Jawel. Niet goed. De kerel. Hij kijkt naar hij kijkt naar de andere kant. Okay. Oké. Okay. Daar gaan we. Dat is één. Hopla, 3, dat is eentje. Je kan trouwens ook lichamen looten. Ook opnieuw voor snuisterijen, zoals in al kistjes. En die verkoop je dan weer voor geld. Dan kom ik weer bij dat punt van die wapens, hè, man. Ik had dat misschien moeilijker en leuker geweest hadden ze de wapens
gewoon beschikbaar gemaakt in de winkels. Maar en nu, niet gratis, want ja. Wat ze nu doen is, als je bepaalde radiotowers unlocked hebt, of je hebt een aantal missies gedaan, of weet ik veel wat, krijg je die wapens gratis beschikbaar in de shop. Ja, zo is dat. Is te makkelijk gratis misschien. Is te makkelijk en dan heb je met een bepaald bedrag over je portefeuille waar je gewoon niet van afraakt. Joachim heeft bijvoorbeeld al een silencer gekocht. Wat je ziet op dit wapen, dat zit er niet standaard bij. Klopt. Maar helpt hem een pak stelt hier te zijn natuurlijk. Ja. Ook moet hij nu nog twee man afmaken, denk Jawel. Ik, die bezig zijn met dingen Eentje te doen. Eentje nog aan de romp, maar dat kunnen we op het gemak doen intussen. Ja. Ja, maar kunnen we misschien ook al stilaan beginnen concluderen. Wat ik vooral belangrijk vind aan Far Cry 3. Ik ga eerst het alarm toch voor alle zekerheid uitschakelen. Ja. Ja. Wat dat mij vooral verbaasd heeft bij Far Cry 3, is gewoon hoe dat ze elke vierkante meter hebben volgebouwd. Soms zelfs in de diepte, met die grot bijvoorbeeld. Ja. Want bovenop die grot heb je dan een heuvel ook met een klein huisje waar dat ook nog van alles in ligt. Hoe dat ze gewoon... Er is 3 jaar aan het spel gewerkt en je merkt dat elke seconde bijna letterlijk is in het spel gekropen. Ze hebben echt waar het beste van zichzelf gegeven in Far Cry 3. Ja. Ik klink echt lyrisch en het klinkt alsof dat Ubisoft mij een envelop met een paar biljetjes van 100 euro heeft gegeven, maar het is dus... 500. Of 500. Maar het is dus absoluut niet waar. Ik ben echt lyrisch omdat het spel gewoon zo... Allee, met zoveel aandacht is gemaakt gewoon. Ja. Met zoveel perfectionisme, professionalisme, aandacht en ziezo. Het kamp is bevrijd. Ja. En als je het kamp bevrijdt, krijg je dan weer sidequests op een pak missies die je dan kan voor volledige side-missions. En kijk... Undetected, 1500 XP extra. Ja. Het loont de moeite om het te doen. En dan krijg je normaal gezien ook versterking van de lokale groepering. De Rakyat, die dan even daar zijn ze weer. Yep. Het kamp komt trouwens, checken. Heel cool. Ik heb het nu niet kunnen tonen, want ik wou het in stealth doen. Maar het coversysteem in Far Cry 3 speelt zeer organisch en natuurlijk. In veel games moet je namelijk in cover echt met een knop drukken om dan daarin te gaan zitten ofzo. Ja. Ja? Of je moet ergens tegen plakken. Maar dan echt zo... dat je er tegen plakt en er moeilijk uit geraakt. Ja, dus dan je dan op echt een moet... knop duwen, ja, of helemaal je... eruit wringen, zeg maar. Ja, dat je de stick naar achter echt moet drukken om je precies van... Alsof je er tegen plakt. Hier kun je echt gewoon ergens achter zitten en hij gaat automatisch een stance aannemen. Ik ga nu even bijvoorbeeld die steen hier nemen, bijvoorbeeld. Dat lijkt mij een goed idee. Ziezo. En nu zit je eigenlijk automatisch in cover. Niks anders, hè. Je moet niks anders doen. Zit in cover. L1 gaat automatisch mikken erboven. R1 begint vanuit cover te schieten. Ja. Zo simpel gaat het. Hetzelfde van op de zijkant. Hop. Sorry, maar dat zijn allemaal details dat ik tijdens het spelen heb gezien. Dat zo natuurlijk aanvoelen, zo vlot eigenlijk ook. Ja, dat de speelervaring gewoon nog een trap hoger plaatst dan al de rest gewoon. Ja, dus om te concluderen, koop het. Om te concluderen. Ah, ik dacht dat je had misproken. Nee, nice try. Ik zal even intussen hier mijn... Kijk, die Nightsight ook kopen nog. Hopla. En we gaan die equippen. En we kunnen inderdaad nu afsluiten, want we hebben de grootste stukken een beetje getoond. De kern van het spel. Ja. Hoeveel er te doen is, enzovoort. De rest is aan jullie allemaal zelf om te ontdekken. Ja. Dag, rifle. Oh, een memory card zelfs nog. Kijk eens aan. En een doosje. En informatie. Of massa's geld bijvoorbeeld in dit geval. Ja. We kunnen afsluiten door misschien ook nu eindelijk een antwoord te geven op de vraag... What is insanity? Ja, wacht even, ik moet eerst hier nog... Die wanted quest? Ja, we gaan die wanted gewoon doen en er al naartoe rijden. En als we tijd hebben, doen we die nog extra voor jullie speciaal. Er zijn ook trouwens jaagquests, races, ik heb het allemaal misschien al vermeld. En ja, races en zoals jullie gezien hebben, ook die drop-off points van die medicatie. Ja, ja, gigantisch in die veel. Ongelooflijk veel om te doen en om te verkennen dus ook nog eens erbovenop. Fazi heeft inderdaad ons geïntroduceerd aan de wereld van Far Cry 3 destijds met de vraag: Do you know the definition of insanity? Vanaf vandaag kunnen we daar ook een besluitend en definitief antwoord op geven. The definition of insanity is Far Cry 3 gewoon zelf. Het is waanzin hoeveel aandacht er is geschonken aan elke vierkante meter van Rook Island en wat je allemaal kan doen in het spel. Gewoon het totaal pakket van eigenlijk heel het spel. Ja. Totale waanzin. Het is insane, totale waanzin, hoe eigenlijk elke speelsessie van Far Cry 3 bijna even magisch aanvoelt als de eerste. Dat vond ik toch ook straf, want
Dat is een gevoel dat ik bij geen enkel spel bijna heb. Borderlands. En in, en in mijn ogen is het totale waanzin dat Ubisoft hier maar 60 euro voor vraagt. Want ik zou hier zonder problemen 80 euro aan kunnen geven. Ja. Zo volgepropt zit het spel, zo professioneel is het gemaakt, zo briljant is het. Zo hoort een spel in de toekomst te zijn. En hoeveel keer heb ik eigenlijk dit jaar nu al gezegd dat ik bewust voor een spel meer zou betalen dan nodig? Borderlands. Ik heb dat echt niet. Dat zie je maar uit je dat gezegd. Dat is niet waar. Ik kan het thuis. Absoluut niet. Ja. Oké, dan misschien bij Borderlands. Maar je kunt ze dus op één hand tellen. Ja, okay. En dan kom ik bij het punt dat ik wil maken. Far Cry 3 is niet zoals elk ander spel dat er is. Nee. Het is een, koop het. Een gigantische parel. Maar echt waar, het is ongelooflijk goed gedaan. Het enige dat het tegenhoudt zijn misschien, dat is een persoonlijke smaak, die grafische... niet die grafische foutjes, die zitten er nu ook wel bewust in. Allee, of onbewust. Maar dat die wapens makkelijk te kopen zijn of te verkrijgen zijn, dat vond ik iets te simpel voor mij. Dus ik ga het nog eens op de moeilijkste moeilijkheidsgraad. Cinnamon, het is gewoon zo goed dat ik in de war sta. En sprakeloos. Echt wel. Nee, ik wil maar zeggen gewoon van hoeveel aandacht dat er is gekropen. Het is gewoon ongelooflijk. Dat is niet de uber bad guy. Nee, we gaan onze score wel geven. Dus de uber bad guy moeten we hier nog vinden eigenlijk. Ik geef er een 93 aan. Ik 91. Ik zou het niet meer geven, maar het is wel een 90 die dik, die dik verdient is. Zot, man. Ja. We hebben trouwens ook steentjes om volk af te leiden. Ja, we gaan die ene daar naartoe sturen. Dat die weggaat van Mr. Yellowman. We moeten hem trouwens met een mes afmaken, hè. Wow, we krijgen een noob van de Rakyat. Ja, kijk, dat is dus dynamisch gewoon, hè. Kill die. Ziezo. Yes. Dit is dus totaal niet gescript. Nee. En ik heb nu wel hier twee keren nu al meegemaakt dat het spel heel even blijft hangen. Maar dat is om de 7 gewoon. Ja. Ook van laadtijden, één keer geladen, normaal gezien open world, verder niet, enkel voor te fast travelen. Ja. Speciaal ook wel moet ik er nu bij vermelden dat ik dat de haperen in mijn eerste playthrough ver nooit is gebeurd. Dus dat is nu echt wel... Dat is ook om voor dat die Rakki had, hè. Die zijn hier net ook binnengestormd. Ja. Maar zo zie je maar hoe dat alles zo onvoorspelbaar eigenlijk kan zijn. Ja. We zijn in onze missie geslaagd. Ubisoft is in de zijne geslaagd. Dit was eigenlijk onze allerlaatste grote AAA blockbuster pure play van het jaar. Ja. Dat hebben we nog niet gedaan. We komen er nog. Maar we kunnen wel stilaan misschien wat prognoses stellen. Dit is voor mij shooter van het jaar. Dit is shooter van het jaar materiaal, absoluut. En misschien ook wel een van de games van het jaar. Bij mijn nominatie, maar mijn persoonlijke voorkeur, kunnen jullie al raden. Borderlands 2 by far. Ik zou hem misschien zelfs... Ik zou hem juist boven Borderlands 2 nog plaatsen. Ik zie net eronder, maar alleszins sowieso een zeer grote kandidaat en geen afbreuk willen doen aan het spel. We komen er gewoon op overeen. Het is een toppertje. Ongelooflijk zeker in spel. Ja. De beste Far Cry tot nu toe zelfs. En dat wil heel veel zeggen, want de eerste was in mijn ogen nog altijd topfavoriet. Ja. En die is van de troon gestoten met Far Cry 3. En de uber briljante vaas... die jullie vanaf aanstaande week zelf hoogstpersoonlijk kunnen neerhalen op Rook Island. Gigantisch spel, proficiat Ubisoft. Ja. Hoe jullie jezelf dit gaan kunnen overtreffen, ik heb geen idee. Maar ik kijk er wel naar uit. Ik kijk er ook naar uit. Het is, ik ben echt op dit moment sprakeloos. Ik weet niet meer wat te zeggen, dus we gaan gewoon afronden, dames en heren. Dag iedereen. En geniet ervan. Jawel, tot op de stranden van Rook Island, iedereen. Bye.